deze Tesla kennen we natuurlijk wel, want die gaat al een tijdje mee. En daarmee dus tijd voor een occasion aankoopadvies. Tesla Model S. Ja, sommige mensen zijn geen fan, sommige mensen zijn extreem fan. Sommige mensen zitten er tussenin, ik zit er zelf tussenin. Een aantal dingen hebben ze natuurlijk erg goed gedaan. Eerste elektrische auto met een fatsoenlijke range, met een fatsoenlijke uiterlijk, meer dan fatsoenlijke prestaties, goede laadmogelijkheden. Hè. Wat dat betreft, Tesla eigenlijk de elektrische auto groot gemaakt. En daarvoor, ja, dat was eigenlijk niet echt wat. Er waren wat experimenten van andere autofabrikanten. En ergens is de Model S nog steeds onverslaanbaar qua range. Gedeeltelijk het succes van de Model S natuurlijk op fiscale stimulans. Hè. Ook in de Verenigde Staten, waar allerlei aankoopsubsidies, belastingkortingen. En ook in Nederland natuurlijk. Hè. 0% bijtelling voor de zakelijke rijder. Dat was een belangrijke reden voor mensen om elektrisch te gaan rijden. Of plug-in hybrid. Langzaam zijn die voordelen natuurlijk wat afgebouwd. Dus je ziet dat de verkopen bij Tesla verschuiven feitelijk van de Model S en X naar de Model 3. En we gaan zien wat de toekomst voor ze gaat brengen. Maar ze zijn wel leidend in alles wat ze doen met echt elektrische auto's. Hè. Neem bijvoorbeeld hun eigen laadnetwerk, supercharging. Eigen laadstations op heel veel verschillende plekken in Nederland en ook door Europa. Zodat je feitelijk eigenlijk heel Europa gewoon door kan rijden. En ook de Verenigde Staten, nou, daar zal je niet zo snel met je eigen Tesla naartoe gaan. Maar goed, het heeft wel geholpen bij de adaptatie, zoals dat er zo mooi heet, van de Tesla Model S en later X en de Model 3. En nu de Model Y. Er zijn wel vier modellen nu. En de Roadster zat ervoor. Goed, daar gaat het nu eventjes niet over. Supercharging is heel lang gratis geweest en toen opeens niet meer. En toen weer wel en toen soms een beetje. En dus daar zijn nog wat verschillende modellen in geweest. Ik zal de datum even erbij pakken. 15 januari 2017. Die Tesla Model S'en hebben in principe nog gratis supercharging voor lijf. Er is wel een beperking dat soms Model S'en die teruggaan naar Tesla, ze worden ingeruild bij Tesla of op de een of andere manier daar weer in het bestand komen, dat die gratis supercharging er wordt afgehaald. Dus let er even op als je dat een belangrijk ding vindt, dat je door heel Europa kan rijden en gratis je Model S kan aftoppen. Nou ja, dan moet je even goed opletten of dat ook nog echt bij jouw Model S zit. Overigens, meeste mensen laden vooral thuis en maar incidenteel supercharge. Dus de vraag is, hoe belangrijk is dat nou echt dat je dat gratis kan doen? Nou goed, dat zijn de snelladers. Misschien ook even, je hebt thuisladen, dus AC laden, snelladers, DC laden. Thuis gaat in principe tot 11 kilowatt. Behalve dit exemplaar, die heeft nou een zogenaamde duo lader, kan zelfs tot 22 kilowatt. De 85 achterop, dat is het aantal kilowatturen in de accu. Dus nou, dan kun je uitrekenen hoe lang dat duurt. De superchargers, ja, er komen elke keer nieuwe versies. Ze zijn nu al tot 250 kilowatt kunnen ze laden. Dat kan deze Model S overigens niet. Dus daar zit ook nog een ding van, ja, weet je, hoe nieuwer de auto in principe, hoe beter die kan snel laden. Maar goed, dat is rondom supercharger. Is natuurlijk wel heel belangrijk geweest voor het succes. Andere belangrijk punt voor het succes, en dat is eigenlijk ook een ingewikkeld verhaal en ergens ook weer niet, autopilot. Het is feitelijk adaptieve cruise control met stuurondersteuning. Tesla was er vrij agressief in om dat in de markt te zetten. Vandaar ook de naam autopilot. Hè. Dat geeft de suggestie dat ik gewoon dit kan doen en denk, nou, het komt goed. Dat is gedeeltelijk zo. Ze hebben best een mooi algoritme die ze gebruiken om die auto binnen de lijntjes te houden en goed te laten sturen. Maar er zijn ook best wel wat ongelukken gebeurd met auto's die op autopilot gewoon echt een vrachtwagen missen, betonnen obstakels. Dus weet je, blijf altijd zelf opletten. Feitelijk iedere auto met adaptieve cruise control, als je gewoon dezelfde stuur aan je handen aan het stuur houdt. En een beetje oplet, je kunt echt wel wat meer ontspannen, maar niet je hele mail gaan doen op je telefoon.
ja, dan is het heerlijk. Dan is het veel rustiger rijden. Maar je zou het zo moeten gebruiken. Ik weet dat heel veel Tesla-rijders gebruiken het anders, maar dat is wel wat je zou moeten doen. Zijn er wat verschillende hardware-versies van Autopilot geweest? Autopilot Hardware 1 van september 2014 tot oktober 2016. Daarna kwam Hardware 2, hij verwacht het niet, tot augustus 2017. Toen 2.5 van augustus 2017 tot maart 2019. En Hardware nummer 3 vanaf maart 2019 tot nu ongeveer, dus nu 2020. Er zitten nog wat verschillen tussen wat ze kunnen. Toen Autopilot Hardware 2 uitkwam, toen waren sommige mensen met de eerste versie van Autopilot, ja, dat is veel beter, dat werkt eigenlijk, werkt beter, kan meer. En dat was in het begin ook zo. Het is wel zo, modernere versie van de hardware, die ondersteunen gewoon meer functies straks. Elon Musk roept heel vaak van, we gaan nu echt autonoom rijden, binnen afzienbare tijd. Dat gaat echt nog wel even duren. Maar met Autopilot 1, die hardware, ga je dat natuurlijk nooit meer bereiken. Want dat gaan ze daar niet op ondersteunen. Dat zal altijd op de nieuwe Tesla Model S'en en X'en en 3's zijn, natuurlijk. 2016 was er een facelift. Eigenlijk alleen maar de neus echt veranderd. En ieder modeljaar zijn er wel wijzigingen geweest aan de Model S. Er zijn ook ontzettend veel varianten qua accucapaciteit. Van 45 kilowatt, die volgens mij in Europa niet is geleverd, tot 100 kilowatt. Het feit dat het nu wordt geleverd. En alles wat er tussenin zit, wou ik zeggen, maar dat is natuurlijk niet helemaal zo. Een P-versie is een performance-versie. Accelereert hij nog harder, want alle Model S'en zijn eigenlijk best wel snel. Een D-versie, dat staat voor dual motor, vierwielaandrijving. En dan heb je ook nog de plus. Dus dan had je de P85D en dan een plusje erachter. En dan had je weer bijvoorbeeld ludicrous mode, werd hij nog sneller. Zo zijn er dus wel wat varianten geweest. Dus let daar even goed op als je een tweedehands Model S gaat zoeken van waar ga je voor. Nog een dingetje over de bijtelling, daarnet al even aangestipt. 0% bijtellings Tesla's, die zijn er volgens mij nu niet meer, of bijna niet meer. Ik kan even heel hard nadenken over wanneer dat precies was. 4% bijtelling over de volledige catalogusprijs, dat eindigde op 31 december 2018. Dus auto's van daarna, die zijn eigenlijk net iets minder interessant. Niet oninteressant, maar minder interessant, omdat je over het bedrag boven 45.000 euro betaal je dan 20% bijtelling. Grappig genoeg verlaagde Tesla de prijzen toen op dat moment ook. Dus het is een interessant rekensommetje om te kijken welke auto dan precies interessanter is. Maar let dus ook vooral goed op de catalogusprijs. Exacte datum dat die op kenteken is gezet in de EU. Want dat geldt. Dus dan hoeft niet per se in Nederland te zijn geweest. Maar je ziet dus dat de auto's die nog lage bijtelling hebben, dat heb je voor 5 jaar, die zijn ietsje prijziger, want ja, die zijn zakelijk voordelen. Na 5 jaar zou je in principe de volledige MIP aan bijtelling moeten betalen. Ja, dan wordt een Tesla Model S voor een particulier potentieel ook interessant. Aanbod op Marktplaats. Dit is een dure auto, maar er staan er toch waanzinnig veel te koop. En dat heeft met die fiscale aantrekkelijkheid te maken. Meer dan 200 stuks, terwijl de nieuwprijs, die was zeg maar een ton en meer. En soms heel veel meer. Prijzen variëren vanaf 25.000 tot 115.000 euro. En 115.000 euro, dat zijn maar echt exemplaren met alles erop en aan. En die nog lang lage bijtelling hebben. Die blijven fiscaal aantrekkelijk. En daarmee dus de aanschafprijs vrij fors. Nou ja, exemplaren met 25.000 of 30.000 euro, ja, dan heb je veel kilometers. Soms al geen garantie meer. Maar ja, dan kan je een hele fijne auto hebben. En dan de aandachtspunten. We hebben best een lijst en misschien ook een kleine toelichting erop. Je merkt, Tesla heeft echt fans, maar ook mensen die er heel erg op zoek zijn naar dingen die mis zijn bij Tesla. Ik zit in geen van beide categorieën. Het is fantastisch wat ze hebben gedaan qua elektrificatie, qua afwerking. Kan je best discussie over voeren of het allemaal zo fantastisch is.
Sowieso is de bouwkwaliteit vrij inconsistent ook geweest door de jaren. Dus je zult ook zien dat sommige mensen raken eigenlijk niet echt dingen gehad. Het zijn er al wel een paar, maar die hebben dan inderdaad een soort van mazzel gehad. Maar er zijn ook mensen die echt veel issues hebben gehad al direct bij de aflevering. Dus dat is natuurlijk jammer. En dat zijn soms ook mensen die na 3 maanden zeggen, weg ermee. Dan de service. Daar vind je ook verschillende verhalen. Tesla die het fantastisch oplost. Tot Tesla die niet eens de telefoon opneemt. Omdat ze daar geen tijd voor hebben. Geen zin meer. I don't know. Dus dat in het algemeen over de verschillende ervaringen van mensen. Hè? Dat is dan wel een dingetje om in de gaten. Dan qua carrosserie en interieur. De bouwkwaliteit. Kijk, als jij houdt van zeg maar echt Duitse precisie, heel mooi afgewerkt, even los van de discussie of het daadwerkelijk echt kwaliteit is, maar al die naden tussen carrosserie delen, echt precies zoveel millimeter, altijd helemaal recht en het voelt alsof het gemaakt is voor de eeuwigheid, dan ga je misschien teleurgesteld zijn in Tesla. Maar dat is niet zo bij een Tesla Model S en ook niet bij een X, maar eigenlijk al die modellen eigenlijk. Dus dat is om in de gaten te houden. Als je daar stoort, dan kan je beter naar iets anders gaan zoeken. Dan zijn er een aantal zaken die simpel eigenlijk ook niet heel erg goed zijn. Ruitenwissers laten nog wel spontaan los. Chrome delen laten ook nog wel spontaan los. Als we het over de ruitenwissers trouwens hebben. Als ze een geluid maken, dan tikken ze soms tegen de frunkkap aan. Dan slopen ze die. Hè? Want dat is een beetje het idee met zeg maar, een druppel water die op een rots valt. Ja, 1 druppel niks. Maar als je dat 100 keer, 1000 keer, 1 miljoen keer doet, dan ga je iets zien. Hetzelfde bij ruitenwissers die net tegen een carrosseriedeel aan slaan. B-stijl bijvoorbeeld hier, een interieur. Dat is een typische gevalletje. Instapschade is gewoon niet zo degelijk. Is cosmetisch, dus dat is misschien wat minder erg. Maar het zijn veel van dat soort dingen. Kleine ergernisjes en soms natuurlijk grotere dingen. Panoramadak, let daarop. Kan scheuren, is duur om te vervangen. Kan ook lekken, dus ook let daar ook op. Vooruit idem dito, dat is ook wel bekende lekkage. Dus let gewoon op dat je daar geen gekke dingen ziet. Panoramadak is ook echt behoorlijk prijzig om te vervangen. Dat is sowieso een algemeen aandachtspunt van Tesla. Onderdelenprijzen, stevig, leverbaarheid, soms wat slecht. Hè? Het moet uit Amerika komen, het is nog een jong bedrijf, hard aan het groeien. Dus ja, dat gaat niet altijd zoals je het misschien zou willen. Dus dat zijn dingen om wel even op te letten. Dan qua carrosserie. Waar zit een beetje carrosserie elektronica, maar de deurhendels die komen naar buiten. Er moeten alle 4 naar buiten komen. Dus kijk gewoon even of ze dat inderdaad elke keer ook doen. Dus dat is qua carrosserie en interieur. Het hele interieur, het is Amerikaans premium. Dus verwacht geen Bentley verslaande kwaliteit en de afwerking en materialen waarvan je denkt, wauw, dat heb ik nooit te verzonnen. Wat wel echt geniaal is trouwens, scherm hier, weet je, briljant groot, super mooi. Nu nog steeds, dit is een auto 2014, dus die is 6 jaar oud. Denk je echt van wauw, ik zie dat eigenlijk in geen enkele andere auto, dat het zo mooi is. Dus dat hebben ze top gedaan. Dan qua onderstel, let even op de banden, scheef afslijtende banden, uitlijning kan nog wel nauw luisteren. Het zijn ook zware auto's, veel vermogen, dan slijt ze hard, maar dat zou zonde zijn. Rammels, speling, stabilisatorstangen bijvoorbeeld die wat speling geven. Gewoon even kijken of op een hobbelige weg of je niet allerlei gekke bijgeluiden hoort. Dan de aandrijflijn. Kijk, dat was de grootste angst van iedereen. Hè? Van maar wat gebeurt er met die accu's? Want iedereen kent natuurlijk van een mobiele telefoon. Na een paar jaar van je laptop. Na een paar jaar, dan gaat hij ergens, zeg maar, als je hem net van de netspanning afhaalt, daarna valt hij al uit. Want die accu is eigenlijk niet meer zo fris. Degradatie van de accu, het accupakket, valt heel erg mee bij de Tesla Model S. Er zijn allerlei onderzoeken van, ook een Nederlandse professor van de TU Eindhoven die het allemaal bijhoudt, Maarten Stijnburg, dat is overigens een onwijze Tesla fan, maar
als je die grafieken bekijkt, even los van dat er soms natuurlijk issues zijn, is een degradatie, dus het minder worden van de capaciteit, is eigenlijk niet echt een issue. Je hebt ook vrij lang garantie op het accupakket. 8 jaar, 240.000 kilometer en dan garandeert dat minimaal 70% van de capaciteit er nog in zit. Eigenlijk heb ik niet echt voorbeelden gevonden die dan al op tegen die 70 aan zitten en dat het allemaal niks meer is. Het is wel zo, het is heel duur om te vervangen, een accupakket. Het is eigenlijk zeg maar, het duurste, grootste component in een elektrische auto. En er zijn zeker gevallen te vinden waarbij het accupakket onder garantie nu nog is vervangen. Dus dat is een ding om in de gaten te houden. Als je voor een oudere Tesla Model S gaat, heeft hij nog garantie vanaf de fabriek? Prima, loopt hij af? Maar ja, dan moet je even gaan bedenken of je dat risico wil nemen. Het risico niet mega groot, alleen ja, het is een beetje de omgekeerde jackpot. Als het gebeurt, is het heel duur. Ander punt is de drive unit, eigenlijk de aandrijflijn, de motor, maar het is het geheel. Als je zoemende geluiden hoort op een bepaalde snelheden en het wordt erger, kan het zijn dat die vervangen moet worden. In eerste instantie dacht iedereen van dat is dan één keer vervangen is dan prima, maar er zijn ook wel voorbeelden waarbij het meerdere keren vervangen is. Dat geldt voor de vroegere bouwjaren. Ik heb er niet helemaal een datum op kunnen plakken wanneer dat niet meer zo is, maar misschien komt daar later nog wel wat meer info over naar boven. Dan de elektronica. Er zit veel op en aan. We hebben het al over de deurhendels gehad. Controleer sowieso alles. Hè. Elektrische bedienbare stoelen, panoramadak dat open en dicht kan. Noem het allemaal op. Specifiek aandacht voor het infotainment systeem. MCU heet dat. Dit is de MCU1. Die gebruiken een geheugenchip, EMMC heet dat ding. Dat is 8 gigabyte groot, maar daar worden updates overheen geschreven. Daar wordt logging op gedaan van allerlei dingen die met de auto kunnen gebeuren. Geen storingen verder, maar gewoon dingen. In de moderne auto, elektronica, wordt er van alles gedaan. Die chip kan daar niet zo goed tegen. Feitelijk wordt die te vaak beschreven. Wat gebeurt er dan is dat hij fouten gaat geven. Wat zou er dan, zeg maar, wat kan je daarvan merken in de auto? Is dat bijvoorbeeld het infotainment systeem, dus dat MCU1, langzaam is. Af en toe vastloopt. Een zwart scherm geeft. Een foutmelder. Nou, dat soort signalen. Als dat gebeurt, moet je er eigenlijk snel bij zijn. Want als die chip helemaal kapot gaat, dan is het moeilijker te vervangen. Tesla, als je het probleem hebt met die chip, zegt ze, we doen even een nieuw systeem erin, ongeveer 3000 euro. Er zijn specialisten die kunnen de chip vervangen. Alleen je hebt de gegevens nodig die erop staan om onder andere connectie te maken met de Tesla servers. En als die helemaal niet leesbaar meer is, dan gaat dat bijna niet. Of dan moet er een speciaal data recovery bedrijf dat eraf gaan halen. Maar dat is dus nog duurder om dat te doen. Bij een specialist, een paar honderd euro, even grosso modo kost dat. Er zijn wat verschillende aanbieders. Maar als je dat googelt op MCU1 van Tesla Model S, dan vind je daar van alles allerlei aanbieders die dat kunnen doen. Dus dat is er één om echt in de gaten te houden. Want op het moment dat het echt niet meer werkt, dan is het dus lastig om die gegevens ook weer terug te halen. En dan kom je misschien toch uit dat je bij Tesla moet doen. En die rekent daar toch een ander bedrag voor. We waren in de wat oudere Model S, had je op een gegeven moment een gele rand rondom het scherm. Dat is een ding wat onder garantie dan wordt vervangen door Tesla. Maar ik zou bijna verwachten dat je dat nu bijna niet meer terugziet. Maar het is wel goed om te weten als je toch ziet, zit daar een gele rand, dan zou dat in principe waarschijnlijk nog onder de garantie vallen. Dit exemplaar vonden we bij Lease bijtelling vriendelijk. Het is een 7-zitter, dat kan ook nog bij de Model S. Dan heb je de noodbankje is helemaal niet helemaal zo, maar het is wel voor kinderen bedoeld. Er zit dan tegen de rijrichting in onder de achterklep. En dat sommige kinderen dat heel leuk vinden en andere kinderen daar heel misselijk van worden. Dit exemplaar heeft die duo-lader, dus kan je 2 keer zo snel laden als de laadpaal dat toelaat. En nog levenslang gratis supercharger, wat dus zeker niet iedere Model S heeft.
je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tipzetautoblog.nl.